Vlaamse parlement is gisteren geopend. Oh. Ja, dat heb jij gemist natuurlijk. Maar dat was gisteren de eerste plenaire zitting met alle nieuwe parlementsleden vond plaats. Maar er was geen Vlaamse regering om tegenaan te praten. En dat is voor het eerst in de geschiedenis dat er dus geen septemberverklaring is uitgesproken. Schandalig natuurlijk. How dare you? Precies. Maar ondanks dat was het wel een feestelijke opening van het Vlaamse parlement. Want in plaats van gezaag klonk er voor één keer gezang in het halfrond. Kijk, er was een koor. Daar begonnen ze mee gisteren. En de baas van het koor gaf nog een kleine speech ook. En dat had zomaar de speech van de in opspraak geraakte Chris van Dijk kunnen zijn. Ik voel me wat onwennig om hier te staan. Het is ook nooit de bedoeling geweest dat ik hier ooit zou staan. En ik zal hier ook wellicht nooit meer terugkomen. En zo ging de eerste plenaire zitting van start onder leiding van de nieuwe voorzitter, Wilfried van Dalen, wie kent hem niet, die als voorzitter zeer specifieke eisen stelt aan de nieuwe Vlaamse regering. De onderhandelaars hielden ons lang in spanning. Zal er tegen de openingszitting een nieuwe regering zijn of niet? En als die er is, zal dat een beetje een leuke regering zijn? Ja, precies. Als het maar leuk is, dat is het allerbelangrijkste, weet je wel. Inhoudelijk, dat zien we later wel, als het maar een beetje leuk is. In het parlement zal het sowieso leuker worden. En Wilfried van Dalen weet waarom. Nooit eerder zaten er zoveel dames in het Vlaams parlement. Ja. Van onze werkzaamheden, collega's, enkel ten goede komen. Rustig, Wilfried. Oude geile man, iets minder opgewonden alsjeblieft zeg. Doordat het niet echt een regering was, werd het een korte zitting in het parlement. En kan er iemand trouwens tegen deze man rechts even zeggen dat de vergadering gedaan is? Want anders ben ik bang dat hij er morgen nog steeds zit. En kan er trouwens iemand tegen de volgende man op de publieke tribune zeggen dat hij niet alle blikjes Red Bull moet opdrinken? Zo. Hoe wakker wil je zijn zeg? En zo was dit al met al een beetje een opening in mineur voor het Vlaamse parlement. Maar gelukkig was er na de zitting nog wel een kleine borrel, voorzien met hakjes. Maar vooral met drankjes natuurlijk. En als het gratis drank is, dan wil je er nog wel eens eentje te veel nemen. En ik begrijp me goed, ik zeg niet dat dat een probleem is. Ik ken het zelf maar al te goed. Op een gegeven moment kom je ook het punt dat je lekker aangeschoten bent. En dan word je licht poëtisch en filosofisch. Meneer De Wever, gaat u in een regering met de PS zonder het confederalisme? Het zijn goede sprekers die een zwijger kunnen verbeteren. Oké. We zoeken even op wat dat betekent. En dan neem je er nog eentje. En nou ja, ik heb het zelf ook regelmatig voor gehad. Dan word je op een gegeven moment natuurlijk ronduit overmoedig en bloedje geil. Ja, dat komt van vast. Oké. Heeft iemand hier nog iets op te zeggen? How dare you? Precies.